De Gautama Science Award is a prize to encourage young scientists who distinguish themselves by their innovative, socially relevant and challenging research. The award is granted to members of the research communities in the universities of Leiden and Groningen on the basis of their published research results during a period of maximally 5 years after obtaining their PhD degree. So it's a prize for young scientists. The Gautama Science Award has been established in 2011 and was awarded for the first time in Groningen to Dr. Robert Mazeland at the occasion of the Groningen University Summer Ceremony 2 years ago. And the second awarding was in Leiden to Dr. Anton Akhmarov at the occasion of Leiden University's Dies Natalis. So may I first ask Professor Pellenberg to announce the winner of the Gautama Science Award and invite Mr. Gautama to share some of his thoughts with us as well, right after the introduction by Professor Pellenberg. Director, dear audience, thank you, dear rector, for your introduction about the nature of the prize and the former prize winners, because that makes that I can skip the first part of my announcement and go right on to what counts today, the winner of this year. Before we get to that, I want to mention also on behalf of the Gautama Foundation, we also attach very much importance to the candidate that became second, the runner-up, Dr. Hiddo Lambers-Heerspink. I don't know, is he present in the audience? In that case, we could applaud him, but he's not. But we want to mention that his candidacy was also quite impressive, with a cum laude PhD, a long list of international publications, and convincing proof of his academic skills in research, teaching, and management. But as a result of a unanimous decision, the final winner of this year's Gautama Science Award is Dr. Victor Venhorst. And I invite him to stand here in front of the audience and listen to the rest of the laudatio. Dr. Venhorst is the candidate this year of the Faculty of Spatial Sciences. He completed two academic master programs, one in demography, cum laude, and one other in economics. And after that, he did a PhD in the spatial sciences, which he also completed cum laude. In his PhD research program, Dr. Venhorst successfully combined all three disciplines, economics, spatial sciences, demography, by working on an innovative research project in the frontier area between demography and economic geography. He studied for the first time in the Netherlands the migration behavior of higher educated young people in relation to the effects of their mobility in terms of labor market performance for the graduates, and economic development perspectives for cities and regions. He challenges the popular wisdom of a continuous brain drain from peripheral regions, such as the north of the Netherlands, to the Randstad. And he purposefully titles his PhD thesis Smart Moves, indicating that the spatial and economic reality is much more complicated, and that it is not by definition that the best graduates move first. To the contrary, and that is what he showed in his dissertation, local employers have the first choice to keep the best graduates in their city and their region, and that is exactly what they do. Dr. Venhorst presented his work to conference meetings all over the world, and with one of those presentations was successful in the competition for one of the most prestigious prizes in regional science, which is the Charles Thibaut Prize
For your information, Charles Thibaud was the economist who became famous with his theory about voting with your feet. Next to his PhD work, Dr. Van Horst cooperated with the Mises Institute for City Studies and a group of Dutch municipalities on a translation of his scientific findings to policy practice, resulting in the report on brain drain or brain grain, higher educations in the big cities of the Netherlands. A new follow-up project titled Successful in the City unites the Dutch Chambers of Commerce with a dozen Dutch municipalities. And in projects such as these, Van Horst convincingly shows his ability to communicate his scientific research experience to the world of policy practice, to local governors, deputies, civil servants. Next to a strong and growing body of publications in books and international journals, the challenging nature of his work is also evident from the interest for his work shown by regional and national newspapers and TV programs. The Gatema Foundation concludes that Dr. Van Horst's work demonstrates how a young scientist can successfully mix challenging questions, innovative scientific output, and socially relevant results. Dr. Van Horst intends to go on with his studies in the process of internationalizing his research work. And on behalf of the Gatema Foundation, we wish him luck with this ambition. I invite now Mr. Jan Gatema, the chair of the Gatema Foundation, to hand over the prize to the winner of this year. First of all, I'm very sorry that I was not aware of the fact that the language of this ceremony was English. So I prepared my speech in Dutch, and if you don't mind, I will continue in Dutch, but I'll be more than happy to adapt myself to your local rules next year, as long as it isn't in the Groningen dialect. Meneer de rector, dames en heren. De band tussen de Rijksuniversiteit Groningen en de Gratema's is letterlijk eeuwen oud. Niet alleen hebben veel Gratema-telligen in Groningen gestudeerd, enkelen hebben het zelfs hier tot hoogleraar geschopt en een hele enkele zelfs tot rector. Ik noem u professor Dr. Seerp Gratema, die het bestaan heeft om zowel in 1804 als in 1816 één jaar lang rector te zijn. Maar kennelijk was het toen nog een hele zware taak en tegenwoordig ligt dat misschien wat anders. Het was niet persoonlijk bedoeld hoor. Professor Dr. Seerp Gratema was hoogleraar in het Romeins recht, natuur-, staats- en volkenrecht. Hij woonde in de zomer in Groningen. Kocht in 1809 in Roderwolde, niet zo heel ver hier vandaan, de Waalborg en buiten. Ging daar zomers met de boot naartoe en kwam 's winters weer terug. Hij zat bepaald niet stil, hij kreeg 10 kinderen. En overleed desondanks dat in 1837. En ligt begraven op de begraafplaats in Roderwolde. En de Gatema Stichting is nog steeds onderhoudsplichtig. En we doen dat met plezier. Zijn kleinzoon, en toevallig mijn overgrootvader, was Koenraad Wolter Gratema. Ook wel bekend als leraar onder de Japanners. Hij was de grondlegger van de medische faculteit van de universiteit in Osaka. In 2000, tijdens de viering van het 400-jarig bestaan van de handelsbetrekkingen tussen Japan en Nederland, is zijn borstbeeld door toen nog prins Willem-Alexander in Osaka onthuld. Even terug naar Seerp van de Waalborg. Toevallig niet ruim een eeuw na zijn overlijden, in 1925, waren er twee achterkleinzonen van hem die geen nazaten hadden en het vertikten om hun vermogen aan de staat toe te laten komen. En samen met een achterneef hebben zij toen de Gratema Stichting opgericht.
Het beginvermogen bedroeg 6.000 gulden en één boerderij. 6.000 gulden in die tijd was behoorlijk veel geld, denk ik. Door legaten, schenkingen, erfenissen en beleggen zijn er nu 3 boerderijen in bezit van de stichting en het vermogen bedraagt in euro's krap 7 nullen. De stichting heeft 2 doelen. Het geven van stipendia aan gratema's die een universitaire of hbo-opleiding willen volgen. En de bevordering van de wetenschap. De connectie tussen gratema en de wetenschap is intens. Of innig, zo u wilt. En we doen dat op het bevorderen van de wetenschap doen we in feite op 2 manieren. Jaarlijks hebben wij een projectronde en daarnaast hebben we dus de Gratema Wetenschapsprijs. Voor de projectronde verwijs ik u kortheidshalve naar de website. Aanvragen kunnen ingediend worden bij het GUF, waar onze wetenschappelijk adviseur professor Piet Pellenbarg onze eerste zever is. En in mei van elk jaar besluit de Gratema Stichting welke projecten gehonoreerd worden. De wetenschapsprijs, wat logistieke opmerkingen, hij is 25.000 euro groot. Wordt om en om in Groningen en Leiden uitgekeerd. U zei het al, meneer de rector, in 2011 voor het eerst in Groningen, vorig jaar in Leiden. Vorig jaar in Leiden zijn we wat dat betreft een beetje tussen de wal en het schip gevallen. De regel is nu zo dat in de oneven jaren Leiden aan de beurt is, in de even jaren Groningen. Met andere woorden, volgend jaar staan we weer hier, als u het niet erg vindt, meneer de rector. Het uitgangspunt is om jonge, veelbelovende wetenschappers financiële steuntje in de rug te geven. Dat als een vliegwiel voor verdere ontplooiing kan dienen. Elke faculteit kan 1 kandidaat aan het GUF voorstellen. De beoordeling vindt plaats op 3 kenmerken. Vernieuwend, maatschappelijk relevant en spraakmakend. Het GUF nomineert 2 kandidaten bij de jury. De jury bestaat uit het bestuur van de Gratema Stichting, 4 personen sterk. En de 2 wetenschappelijke adviseurs voor Leiden en Groningen. En de jury besluit eind mei, begin juni. Ik kom nu langzaam bij u terecht, dokter Venhorst. Mag ik u uitnodigen om maar weer naar voren te komen? Zodat iedereen kan zien hoe een, naar ik hoop, gelukkige prijswinnaar eruit ziet. We hebben vanmiddag tijdens de lunch uw partner, uw vrouw al eventjes in het zonnetje gezet. Want zonder haar was u natuurlijk nergens geweest. Ze heeft u vele uren moeten missen. We hebben haar gefeliciteerd en we hebben een bloemetje gegeven. En zoals ik vanmiddag al zei, de rest van de wie de goed mag, moet u zelf doen. Ik doe hem best. Ik sla even over, want het is al 2 keer gezegd dat er nog een andere kandidaat was die zeer serieus bekeken is. Maar uiteindelijk kan ik u melden dat, wel tot mijn verbazing, de jury uiteindelijk unaniem voor u heeft gekozen. Ik sluit mij volledig aan bij de mooie laudatio van professor Pellenbarg. En vat uw argumentatie van de jury samen door het voorlezen van de bij deze prijs behorende oorkonde, waarvan de tekst luidt. Gaan we. Oorkonde Gratema Wetenschapsprijs 2013. Op voordracht van de faculteit Ruimtelijke Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen. Uitgereikt aan dokter V. Victor Venhorst. Voor door hem verricht vernieuwend, maatschappelijk, relevant en spraakmakend onderzoek. Aangeboden door de Gratema Stichting, 5 juli 2013. Oorkonde is leuk. De geldprijs is misschien nog leuker. Ik feliciteer je namens de jury van harte. Ik wens u van harte veel succes toe bij het vervolg van uw veelbelovende carrière. En ik stap nu naar beneden toe om u de eerste oorkonde en daarna de cheque te overhandigen. Van harte gefeliciteerd.